Vanaf vandaag worden er in een aantal leegstaande gebouwen achter het gemeentehuis van Oegstgeest 175 statushouders en 80 woningzoekenden opgevangen. Locatiemanager Boukje van Dijk legt uit welk traject de vluchtelingen te wachten staat. Wij gaan ze hier opvangen en ook begeleiden richting de regio om daar in te burgeren, een aanvang te maken met inburgering, maar ook het opbouwen van een netwerk, zodat die toekomst in ieder geval beter dan nu op afstand gestart kan gaan worden. Ik denk dat de buurt inmiddels gewend is met alle informatie die is gegeven. Een algemeen beeld over wat de hele buurt vindt, vind ik lastig. Maar wat wij in de informatiebijeenkomst hebben gezien, is dat de meesten vooral geïnteresseerd zijn en een helpende hand willen bieden in de komst van de vluchtelingen, maar ook in de begeleiding op termijn. Aan de tijdelijke bestemming van de panden ging een lang debat vooraf. Burgemeester Emiel Jens vertelt erover. Er is discussie geweest in de gemeenteraad. Dat ging enerzijds over de veiligheid en ook over het aantal en de impact erop op het dorp. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de aantallen die ik net genoemd heb. En ook wel vragen over bijvoorbeeld de brandveiligheid. Daar zijn we daar kritisch op. Maar ook de sociale veiligheid in de omgeving. Nou, daar hebben we een goed plan tegenover gezet. We hebben met COA afspraken gemaakt daarover. En daar heb ik het volste vertrouwen. Hoe lang blijven de mensen hier wonen? Ze mogen hier maximaal 4 jaar blijven. Mogelijk uitloop van een jaar, maar 4 jaar is de termijn die we gesteld hebben. Ik verwacht dat de meeste mensen hier tenminste maanden wonen. In een gebouw verderop hebben Divorce Housing en Young Housing een plek gekregen. Dus de huisvesting is echt opgedeeld, is geknipt in 2 gebouwen. Wat we wel proberen te stimuleren is dat er buiten het gebouw om, dus op het terrein, dat er ontmoeting mogelijk is en dat er samen gespeeld wordt of samen activiteiten worden opgepakt. Ja. En wat hoop je daarmee te bereiken? Nou ja, ik denk dat het een hele mooie goede stap is voor 1, de mensen die hier bij ons wonen een stukje rust te bieden en weer het leven kunnen opbouwen en oppakken. En van de andere kant een stimulans voor de statushouders om te integreren in Nederland. En wat was dit eigenlijk voor pand? Waar werd het voor gebruikt? Het is 4-5 jaar geleden is het gebruikt nog actief voor de GGZ. Dus het is een psychiatrische inrichting geweest waar mensen werden opgevangen en begeleid. En daarna heeft het al die tijd leeg gestaan? Daarna heeft het al die tijd leeg gestaan, ja. Moesten jullie er dan nog veel aan doen? Wij moesten er behoorlijk veel aan doen, ja. En dat is ook de reden waarom ik enorm trots ben op de partijen en de mannen die hier hebben gestaan. We hebben in 3 weken tijd alles weer zo kunnen opbouwen en kunnen realiseren dat er dus hier 80 mensen huisvest kunnen worden.